kort. En hier is de film. Al spoedig na het verschijnen van de auto aan het begin van deze eeuw ontstond er een levendige interesse in het vestigen van snelheidsrecords met het nieuwe voertuig. Een van de bekendste recordjagers werd een Engelse makelaar en assuradeur die met zijn snelheidsmanie in de adelstand werd verheven. In 1923 vestigde hij met een Sunbeam zijn eerste record van ruim 221 km per uur. In 1937 verbeterde hij dit tot ruim 484 km per uur. Na zijn dood zette zijn zoon de snelheidsjacht voort. In 1964 werd het wereldrecord te land door hem op 648 km per uur gebracht, met een auto die door een gasturbine werd aangedreven. Ook het wereldrecord te water kwam op zijn naam, met de straalmotorraceboot Bluebird, die een snelheid van 441 km per uur bereikte. Bij een volgende recordpoging met de Bluebird kwam deze legendarische coureur in 1967 om het leven. De vraag natuurlijk naar die namen, dezelfde naam uiteraard, van die twee Engelse snelheidsrecordmaniakken. Campbell. Campbell. Vader en zoon op 6. Hebt u al wat, meneer Overdiep? Helaas niet. Nee. Helaas. Gaan we verder met 7, dat is een puzzel. Misschien dat u die samen wilt doen, dat is wel eens handig. Het gaat om een beroep. In één van de vier gevallen maar kunt u met gebruikmaking van alle letters een beroep construeren. We liggen allemaal in dezelfde sfeer, hè, zoals u al een beetje ziet. Het gemene is, ze lijken wel allemaal ergens op. Aannemer. Aannemer, ja. Dat is nummer 2. En u krijgt van ons de A op 7. 8. Bij de aankomst van de blanken in Amerika in het begin van de 16e eeuw verkeerden 5 indianenstammen in het gebied van de latere staat New York onderling in permanente staat van oorlog. In 1570 wisten twee leiders een verbond tussen deze stammen te sluiten. Zij streden in de Frans-Engelse oorlog die op hun grondgebied woedde van 1756 tot 1763 aan de zijde van de Engelsen. De Fransen gaven aan dit stammenverbond een naam die als scheldnaam was bedoeld en die letterlijk betekende echte adders. Hoe luidde de naam van dit stammenverbond? Uit de geschiedenis van de Indianen en wel, zoals ik zei, in de staat New York. Wat doen we, meneer Staal? Ik weet het niet. Kunnen jullie overslaan? Ja, tenslotte straks valt er misschien wel een streepje. U mag ook alleen meneer Overdiep zit nogal in tijdnood, ja. Heb ik de indruk. Hebt u al een antwoord, meneer Overdiep? Helaas, nog niet. Nee? Dan laten we hem voorlopig even zitten en nemen straks dan een beslissing. Ga nu naar vraag 9. En die gaat over een techniek in de tekenkunst. En het materiaal voor het filmpje werd verzorgd door het Kunsthistorisch Instituut in Utrecht. Sinds ongeveer 1600 wordt door kunstenaars wel met een kleurstift getekend die wordt vervaardigd uit verfpigment, vermengd met een lijmsoort en, om de kleur te verzachten, bovendien nog met pijpaarde. In de 18e eeuw wordt deze kleurstift buitengewoon populair. Kunstenaars als Boucher, Madame Vigée-Lebrun en Lyotard, waarvan het Rijksmuseum werk bezit, vervaardigen met dat materiaal zeer realistische portretten. Een beetje kitscherig bijna. Te goed gelijkend om aangenaam te zijn, zijn kunstcriticus. Het materiaal raakt in de 19e eeuw weer in diskrediet en wordt ook in onze tijd weinig meer door kunstenaars gebruikt. Er is echter tenminste één beroemde uitzondering en dat is de kunstenaar Degas. Degas maakte met dit materiaal talloze beroemd geworden tekeningen van danseressen. Ja, wij wilden vragen hoe zo'n tekening heet die met zo'n kleurstift is gemaakt. Ofwel, hoe heet zo'n kleurstift? Pastel.
pastel. En nu bent u even gestopt. Betekent dat een antwoord? Ja, ik had ik gok op Sion, wat vraag 2 betreft. Dan krijgt u de S op 2. Gaan we naar 10 en u verder met 3 en 5. Wij doen dus 10. In 1937 debuteerde een in 1920 geboren Amerikaanse actrice in de film They Won't Forget. Enkele jaren later werd ze een populaire vedette. Ze trad onder andere op in Ziegfeld Girl uit 1940 en in de film The Postman Always Rings Twice, de postbode belt altijd 2 keer, uit 1946. Vanaf de jaren 60 speelde ze vaak in melodrama's, zoals bijvoorbeeld Peyton Place en in de meest recente film uit 1966, Madam X. Hoe heet die actrice die we hier op een wat oudere foto afbeelden? Ooit behorend tot de Hollywood glamour van het witte doek. Dat is wel jouw tijd. Nee, dat was voor mijn tijd. Door Sinatra herinner ik me ook bezongen in een van zijn liedjes. Nee? Is te vinden ook, hoor, meneer Overdie. Zal ik hem maar bij dat rijtje zetten dan, toch? Ja. Dan doen we 11, meneer Staal. De Spaanse componist Manuel de Falla was een principieel man. Toen zijn vaderland na de Spaanse burgeroorlog onder een dictatoriaal regime kwam, verkoos hij de ballingschap en vestigde hij zich in Argentinië. Daar leefde hij tot zijn dood in 1946. Van zijn balletmuziek is behalve El Amor Brujo vooral zijn muzikale uitbeelding van een beroemde novelle van Pedro Antonio de Alarcón zeer populair geworden. En wat is de Spaanse titel van dit ballet van de Falla uit 1918? Beroemd ballet met muziek van Manuel de Falla. De Spaanse titel heb ik gevraagd. Het sombrero de tres picos. Doen. Dan krijgt u de S van sombrero. Doen we 12. Een zandwoestijn die een groot deel van een Sovjetrepubliek in Centraal-Azië beslaat, heet de Karakum. De bevolking van die republiek die we bedoelen leeft hoofdzakelijk in de oase en bij rivierdalen. Het land is beroemd om zijn handgeknoopte tapijten. De hoofdkleur van die tapijten is rood en een veelgebruikt motief is de achthoek. Hoe heet die Sovjetrepubliek die in het zuiden grenst aan Iran en Afghanistan? Dus de Sovjetrepubliek waarin de woestijn, de Karakum, ligt. Kazakhstan? Ja, het is ook een titel. Kazakhstan? Kazakhstan. Dat wordt een K. Tegelijkertijd is dit de bel. En moet ik u vragen wat we met 3, 5, 8 en 10 doen? Ah, hopeloos. Ja. Daar hebt u geen antwoorden op 3, 5, 8 en 10? Nee. Dan worden dat streepjes. En gaan we kijken of we toch aan het gevraagde woord kunnen komen. Stel maar. De H van 4. 4. Hermelijn. K van 12. 12. Kazakhstan was niet goed. E van 1. 1. Enkhuizen. C van 6. Campbell. Op 4 nu. De P van 9. Pastel. Gaat naar 1. De S van 2. 2. Daar hebt u Sion genoemd. En dat wordt een vraagteken op 10. Oh, dan ben je nog in
over. De A van 7. 7 uit de puzzel. Het woord aannemer, dat was goed. A op 9. Nog 1 S. Ja, S van 11. Die staat op 7. Plechtstatig. Draai je maar, hè. We draaien het om, hoor. Nou, op de rand, hoor. Ik heb het voor het ergste gevreesd. U ook, denk ik. Nog meer dan ik, waarschijnlijk. Nou. Het ging om Enkhuizen op 1. De berg in Israël, Tabor. Gambetta, de Franse politicus. Gambetta. Hermelijn op 4. Le Duc Tho, de onderhandelaar in Parijs voor Vietnam. Campbell had u goed op 6. Aannemer kwam uit de puzzel op 7. Dat stammenverbond, dat ging om de Irokezen in Amerika, 8. 9. Pastel, dat had u natuurlijk goed. De filmster was Lana Turner. El Sombrero de Tres Picos, de driekante steek van de Velja op 11. En die Sovjetrepubliek was Turkmenistan, de T, op 12. Nou, u bent er met veel gaten erin, moet ik zeggen, toch doorheen gekomen. En hebt nogal wat verbruikt, zodat u 382 punten over hebt. Nou, we gaan maar eens kijken naar u bedankt te hebben, hoe zich dat verhoudt tot wat er nu gebeurt. Boudewijn Overduin en Wim Buijs begroeten we voor de derde en onherroepelijk laatste keer in die ronde. Die derde namelijk, die zo snel gaat dat je hem nauwelijks merkt. Er zijn mensen hier geweest die zeiden, heb ik hem nou wel gespeeld? Zo vlug gaat dat. Zo kort is die ook. Zeg, jullie zijn zo ver gekomen, erg ver, hè, vind ik dan. Mede, denk ik, door het feit dat je elkaar zo goed aanvult qua terrein. Hè? Jij met die, wat toch een beetje de A-kant is, hoewel je daarvan hebt uitgelegd dat het ook een beetje B is. En jij natuurlijk met die exacte kant. Hè? Ik wil jullie bijna nog één ding, als het kan, snel met een antwoord vragen. Dat vak, hè, van die taalwetenschap, daar ben je natuurlijk steeds mee bezig eigenlijk. Want wij praten steeds met elkaar. Als je een kind hoort praten, dan denk je, hoe kan het toch dat een kind al zo goed kan praten, hè? En als iemand op de televisie iets uit Den Haag hoort uitleggen, denk je soms, kan dat ook in het Nederlands. Hè? Ben je daar ook steeds mee bezig? Ja, het is een vak waar je natuurlijk, ik noem dat toch maar even een wonder. Dat taalwonder, dat we dat allemaal kunnen spreken. Dat bedoel ik eigenlijk. Dagelijks, ja. We leren als kind maar een zeer beperkt aantal zinnetjes opnemen. En dan komt toch een magistraal systeem uit waarin we alles kunnen uitdrukken. Ja. Nu ook. Ja. Iets nieuws. Ik heb deze zin nog nooit gesproken. Dat is het wonder op zich, hè? Dat is bijna een kunstgebeuren, zou je kunnen zeggen. Er zit haast een esthetische kant aan. Ja, zeker. Ja. Hoewel soms woorden tekort schieten, hè? Ja, ik vind het toch altijd wel een raadsel. Ja. Maar dat zal Wim ook vinden van sommige andere dingen. Nou, ja. DNA. Ja. Nou ja, DNA, de erfelijkheid, wat we daar al niet mee kunnen, hè, op het ogenblik. Ja, heel veel en heel weinig. Dus aan de ene kant toch aan het begin en aan de andere kant. Er komt natuurlijk weer vreselijk veel meer als ook maar weer 5 jaar geleden. En wat je dan weer leest in de krant is aan de ene kant heel erg overtrokken. En aan de andere kant wordt het toch ook vaak wel weer onderschat. Het wordt vaak een beetje wat enge sfeer getrokken. En we zien de man die recombinant DNA onderzoek doet. En de abortusarts en atoomenergie is allemaal een A1. Dat zien ze al tegelijk komen. Allemaal even eng. Ja. Maar we hebben er ook erg veel nut van waar jij mee bezig bent. Hè? Het celonderzoek. Hè? Ik heb daar een bijvak aan besteed. En ik zal er toch in mijn leven waarschijnlijk niet zo verder zo heel veel meer direct in mee kunnen doen. Maar er zit zelfs meer met het nagaan van hoe kankerverwekkende stoffen, waarom dat ze dat nou zelf zijn. In een reeks in bepaalde dingen. Hè? Als je denkt aan sowieso, andere dingen. Daar ben je mee bezig. En er komt ook al best wel een redelijke samenhang uit. Er is natuurlijk nog heel veel meer aan te doen. Dat is nog geen oplossing, maar in zekere zin, je kan toch wel bepaalde dingen wel min of meer voorspellen. Ja. Zee, ik moet het hier weer bij laten, omdat we dat snelle spel gaan doen. Sterkte, extra sterkte en succes.
Dank je. Bedankt. Vraag 1. Op het scherm zien we de 14e eeuwse vispoort, een restant van de middeleeuwse omwalling van een stad in Gelderland. Aan de academie van die stad promoveerde in 1693 de Nederlandse arts en natuuronderzoeker Boerhaave, evenals zijn leerling Linnaeus, de Zweedse arts en botanicus, aan wie het Linnaeus-torentje herinnert. Hoe heet die stad die dit jaar zijn 750-jarig bestaan viert? Gelderland. Nijmegen ligt niet in Gelderland, hè? Ja, geen vispoort, dat kan niet. Ik dacht dat het Harderwijk was, ja. De Hamer noteren van Harderwijk. Dan 2. Van de meer dan 70 bestaande oude zondvloedverhalen is bij ons in het Westen de geschiedenis van Noach wel het bekendst. Noach overleefde met zijn gezin en de dieren in zijn ark een overstromingsramp. Volgens het Bijbelboek Genesis 8 vers 4 bleef de ark van Noach na de zondvloed vastzitten op een meer dan 5000 meter hoge berg in het huidige Turkije, vlakbij de grens met Armenië. Hoe heet die berg? Ararat. Ararat. Vraag 3 gaat over een Frans politicus die leefde van 1797 tot 1877. En we doen de vraag met een filminleiding. De vraag republiek of monarchie was voor het 19e eeuwse Frankrijk een bron van voortdurende strijd. Uiteindelijk won de republiek. Merkwaardig genoeg vooral dankzij een man die in zijn hart monarchist was en die bitter gehaat werd door de meeste republikeinen. Onder de burgerkoning Louis-Philippe had hij het al 2 keer tot premier gebracht, maar zijn belangrijkste rol speelde hij na 1870. Toen sloot hij als leider van de pas uitgeroepen Derde Republiek de vernederende vrede met Duitsland en sloeg hij met niets ontziend geweld de Parijse Commune-opstand neer. Daarmee haalde hij zich de eeuwige haat van de republikeinen op de hals, maar verwierf hij het vertrouwen van de conservatieve, monarchistische meerderheid die de republiek tot dan toe had vereenzelvigd met Parijs fanatisme, instabiliteit en sociale revolutie. In 1873 moest hij aftreden, maar zijn politiek had verdeeldheid gezaaid onder de monarchisten en de monarchie werd niet meer hersteld. Die Franse politicus. Zou ik dat of niet? Een of andere Napoleon noemen. Ja, oké. Okay. Welke? Een Napoleon. Napoleon noemen we, de N. Fout. En op 3, 4. Op het scherm een afbeelding van een vogel uit de familie van de kraaiachtigen. De volwassen vogel is geheel zwart en herkenbaar aan de grijswitte ondervederde snavelwortel en grijswitte puntige snavel. In Nederland en België is hij een vrij algemeen voorkomende broedvogel. De vogelsoort leeft altijd in troepverband. In één boom zijn soms wel 50 nesten dicht bij elkaar te vinden. Wat is de Nederlandse naam? Roek. Een roek. 5. In 1961 publiceerde een Vietnamees militair en politicus het werk People's War, People's Army. Volksoorlog, volksleger. Je mag me voor een antwoord onderbreken. Dat als een standaardwerk over de guerrilla-oorlogvoering geldt. De schrijver speelde als minister van Defensie een belangrijke rol in de Vietnamese oorlogen tegen Frankrijk en later tegen de Verenigde Staten. Onder zijn opperbevel bracht het bevrijdingsleger, de Viet Minh, de Fransen in 1954 de beslissende nederlaag toe bij Dien Bien Phu. Hoe heet die in 1912 geboren politicus en militair, generaal, die sinds 1980 premier is van Vietnam? We hadden het altijd over generaal... Diem? Ja. Zullen we dat doen? Diem? Diem, met een D. D. 5. 6. Die gaat over de werking van een draaizuigermotor en we doen de vraag met een filminleiding. In een klassieke zuigermotor wordt de op- en neergaande beweging van de zuigers omgezet in een draaiende beweging van de krukas. Er zijn echter ook verschillende motoren ontwikkeld waarin de zuigers een draaiende beweging uitvoeren. De bekendste werd omstreeks 1954 voor het eerst getest door een Duits ingenieur in het stadje Lindau. In deze motor draait een driehoekige zuiger in een achtvormige cilinderruimte, waarbij de ruimten boven de drie cilindervlakken beurtelings vergroot en verkleind worden om het brandstofmengsel aan te zuigen
en de verbrandingsgassen uit te stoten. De motor heeft geen in- en uitlaatkleppen nodig, is kleiner en lichter dan een conventionele zuigermotor, loopt trillingvrij en heeft geen brandstof van hoge kwaliteit nodig. Hoewel hij al in verschillende automodellen is toegepast, wordt de ontwikkeling van dit motortype nog niet rijp geacht voor massaal gebruik. Ja, hoewel ze daar toch ook al mee bezig zijn, hoor. Hoe heet die ontwerper of hoe heet die motor? De Wankelmotor. Wankel. 7. Het gaat in 7 als puzzel om het ontdekken van een beroep, wat in 1 van de 4 gevallen maar kan. Alle letters te gebruiken. Imker. De derde dus. Ja, heel goed. I op 7. 8. In de jaren na de Amerikaanse burgeroorlog, die duurde van 1861 tot 1865, waren de bisons nagenoeg uitgeroeid. En die vormden het voornaamste middel van bestaan natuurlijk. Hè. De Indianen waren nu afhankelijk van de Amerikaanse regering, die ze door het leger in reservaten liet opsluiten. In die tijd vonden er vele oorlogen plaats tussen de Indianen en de Blanken. De laatste grote slag, daar gaat het om, werd geleverd in 1890, waarbij ongeveer 300 Indianen door het Amerikaanse leger werden doodgeschoten. Wat is de naam van die plaats in de staat South Dakota, waar in 1973 ook groepen Indianen protesteerden tegen discriminatie en tegen hun slechte sociaal-economische omstandigheden? Wounded Knee. 9, die gaat over verschillende tekenmaterialen en die vraag wordt ook weer ingeleid met een filmpje. Houtskool is door de eeuwen heen het meest gebruikte tekenmateriaal. Wil je een houtskooltekening echter bewaren zonder dat die vlekt, dan moet die op de ondergrond gefixeerd worden. Grafiet vlekt minder, maar glimt weer lelijk. Pas in de 19e eeuw lukte het met een machine dunne grafietstiften van verschillende hardheid in een houten hulsje te vatten, het potlood. Voor de uitvinding van het potlood waren er naast het houtskool ook metaalstiften in gebruik. Die gaven een wat minder zwarte lijn dan houtskool, maar vlekten ook minder. Men gebruikte pijpjes lood, die echter vanwege het zachte materiaal gauw stomp werden. Men gaf dus de voorkeur aan een wat harder en duurder metaal, waarvan u hier een tekening ziet. Vooral in de 15e en begin de 16e eeuw werd dit tekenmateriaal door onder andere Albrecht Dürer en door de Vlaamse en Noord-Nederlandse primitieven gebruikt. De vraag, hoe heet zo'n metalen stift waarmee op perkament of geprepareerd papier kan worden getekend? Ik dacht een koperstift, hè? Dus dan krijg je koperstift, hè? Ja. Dacht ik ook, hè? Koperstift. De K, ofwel in het Duits of in het Nederlands. Koperstift, dat is toch goed, hè? Ja. Dan zijn we aan vraag 10. In 1934 kreeg de Amerikaanse film It Happened One Night van de regisseur Frank Capra verscheidene Oscars. Ook de twee hoofdrolspelers werden bekroond met een Oscar. Clark Gable en een in 1905 in Parijs geboren actrice. Deze actrice was als kind naar de Verenigde Staten gekomen en speelde meestal rollen van een zelfverzekerde, zelfstandige jonge vrouw. Hoe heet die Amerikaanse film? Ik dacht Vivian Leigh. Ja. Leigh, hè? Vivian Leigh. Vivian Leigh. L staat op 10. Vraag 11. De verrukkingen van het Spaanse land zijn in de loop van de eeuwen door vele componisten uit andere landen in klank uitgebeeld. Maar ook de Spanjaarden zelf lieten zich niet onbetuigd. Een van hen was natuurlijk Isaac Albéniz, die aan het einde van een kort maar stormachtig leven zijn geliefde vaderland schilderde in 4 boeken van elk 3 delen, waarin voornamelijk streken of steden van Spanje tot muzikaal leven worden gewekt. Dat is de titel van die grootse, aan Spanje gewijde pianocyclus uit het begin van deze eeuw. Oh, Suite Española, toch? Suite Española? Ja, ik dacht het wel. Van Albéniz? Nee, ik dacht dat het van de Falla was. Suite Española. Ja? Hebben we genoeg letters? Nee. Suite Española. Suite Española. De laatste. Baku is de hoofdstad van een Sovjetrepubliek. De stad telt ruim 1 miljoen inwoners en is belangrijk vanwege de oliewinning in de omgeving. De huidige Sovjetrepubliek is een deel van een gelijknamig gebied dat zich uitstrekt tot in Iran en dat in de oudheid deel uitmaakte van het Rijk van de Mede en later van de Perzen. Hoe heet deze Sovjetrepubliek die dezelfde naam draagt als het grotere gebied? Armenië. Niet Kazachstan? Nee. Armenië.
Armenië. 12 antwoorden. Nu nog een woord. Oké. R van 4. Ja. R van 4. 4. De roek naar 5. W van 6. 6. De wankelmotor naar 2. K van 9. Kijk even. 9. De K die was niet goed van de koperstift. Dan vraagte ik op 1. Nou, de I van 7. 7. De imker uit de puzzel op 11e I. De W van 8. Ja. De W van 8. Ja, de W van 8. Wounded knee, die gaat naar 6. Je wou weten of ik in B kwam, maar dan... Oh nee, dat zou ik... Ja, wat ik... Wat zou ik... Dat is je...